Goedemiddag allemaal. Daar zijn we weer met een nieuwe live. Of daar ben ik weer. En jullie zijn denk ik onderweg. Of kijken het misschien later terug. Dat zou ook nog kunnen. Maar vandaag hebben we weer een online demo dag. Met allerlei leuke lives. Of deze zaterdag zijn er een keer drie lives. Wat natuurlijk ook een keer kan. Dus ik ben de tweede live en vanavond is er ook nog een live om 7:30. Maar superleuk dat jullie inmiddels alweer zijn, dat jullie alweer gevonden hebben. Op deze middag. Het is hier een beetje regenachtig, dus prima weer om lekker te hobbyen. Kijk, ik zie er al steeds meer bij komen. Gezellig. Ik had geen idee wat ik moest verwachten. Oftewel mensen kwamen kijken. Of dat je misschien zelf allerlei plannen had. Hebt. Maar in ieder geval gezellig. Vanmiddag ga ik live met de nieuwe Planner Essentials Photo Pocket Pages. Van Elizabeth Craft Design. Die is uitgekomen. De bedoeling was eigenlijk dat ik met een andere collectie van Elizabeth Craft Design live zou gaan. Met de nieuwe collectie van Josette. Maar helaas zijn er wat leveringsproblemen. Dus dat is er nog niet. Dus dat kan ik ook nog niet laten zien. Vandaar dat ik nu last minute met deze fotopocket pages ging. Live ga. Dus ik heb niet veel kunnen voorbereiden, heel eerlijk gezegd. Want ik heb deze week de hoesjes zelf ook binnengekregen. En nou ja, goed, ik werk 5 dagen, dus dan red ik het niet om daar nog heel veel voorbeelden mee te maken. Maar daar ga ik zeker mee bezig. En in verschillende groepen kun je al voorbeelden vinden. En ik ga er natuurlijk vandaag ook eentje maken. Dus zo krijg je al wel vast wat ideetjes en zal ik ook wat ideetjes geven tijdens deze live. En dan gaan we zien hoe het wordt vandaag. Super gezellig dat jullie er zijn. Ik denk dat ik zomaar ga beginnen. Nog heel even wachten tot de meesten mij hebben gevonden. Goedemiddag allemaal. Hier schijnt de zon. Oh, lekker. Nou, dat was hier gisteren een beetje. En nu is het echt lekker regen en wind. Heerlijk. Maar in ieder geval goed hobbyweer. Nou, ik denk dat ik maar eens ga beginnen. Even kijken. De photo pocket pages. Dat zijn eigenlijk hoesjes die je in jouw grote A5 planner kan doen. Dat is deze maat planner van Elizabeth Craft Design. Daarin zitten in zo'n set met photo pocket pages zitten 4 verschillende pagina's. Waarin dus ook 4 verschillende indelingen zitten. Van elke soort, dus van elk soort zijn er 3 van. Dus je hebt 12 hoesjes die je ook nog weer dubbelzijdig kan gebruiken. Dus je kunt er echt wel heel veel mee doen. En ja, deze hoesjes zijn eigenlijk nu in het leven geroepen. Nee, dat was al een langere plan, begreep ik uiteindelijk. Maar ze zijn er nu. Het was eigenlijk de bedoeling dat soms heb je van een bepaalde gebeurtenis. Of bepaald, bijvoorbeeld voor kerst of met een uitstapje. Dat je meerdere foto's hebt die je net niet op 1 pagina kwijt kunt. Dan kun je dus van deze hoesjes erbij tussen steken en wat extra foto's erin verwerken. Dus dat, daarvoor kun je ze gebruiken. Maar je kunt ze ook gebruiken om gewoon lekker een layout in te maken. En dat is wat ik vandaag ga laten zien, want ik ben niet iemand die heel veel foto's maakt. Ik denk daar heel vaak niet aan. En als ik dat maak, dan is dat niet per se iets wat ik niet kwijt kan op een pagina. Maar goed, ik ga jullie daar wel wat ideetjes mee geven. En ik denk dat het allemaal een beetje schittert. Dus ik hoop dat het goed gaat. Het eerste hoesje is een halve pagina. En ik ga hem denk ik meteen in de planner laten zien. Dat is deze pagina. En je kunt zien dat is smaller dan de standaard pagina. Want dit is de standaard. Die zijn smaller en er zitten 2 vierkantjes. Of daar kun je 2 rechthoeken in doen van 7,6 centimeter bij 10 centimeter. Of zo groot zijn de hoesjes. Jij kan zelf bepalen hoe groot jouw papiertje wordt
wie hierin gaan. Dus misschien wil jij je papiertje nog wat kleiner, dat je meer ruimte om het papiertje heen ziet van het hoesje. Misschien zeg je ook, ik wil hem er heel strak in hebben. Waarbij je dan wel even op moet letten is hoe dikker jij jouw werk hier opmaakt, hoe strakker het hoesje dus ook gaat zitten. Dus als jij al een papiertje hebt wat heel strak tot aan de rand hebt zitten, en je gaat daar ook in de hoogte nog weer heel veel op werken, dan krijg je misschien moeilijk tot bijna niet in je hoesje. Dus hou daar wel rekening mee. Dan kun je natuurlijk dus een basis doen en hier nog weer een kleinere matlaag op. Maar je kunt ook gewoon één basis doen. Even kijken. Passen de hoesjes ook in het plannen van Studio Light? Ik heb geen plannen van Studio Light. Maar volgens mij, als ik het goed uit mijn hoofd zeg, kan het qua afstanden er wel in, qua ringafstand. Dan past het volgens mij sowieso. Volgens mij zijn de planners van Studio Light breder, maar zitten de ringen op dezelfde afstand. Maar dat durf ik niet 100% zeker te zeggen. Misschien is hier een Janine of een Jeanette of een Tietz of iemand die van het designteam een planner heeft en misschien deze hoesjes ook al heeft, dat hij dat weet. Maar ik durf dat niet te zeggen. Dan de volgende soort. Dat is met 4 vakjes. Oh, ik zie ja passen wel, maar deze zijn net iets smaller. Nou, ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Geen idee. Wat je, als je het echt niet zeker weet en denk wel dat het kan. Oh, Janine is, die gaat het maandag even testen. Fijn, Janine. Dan heb je eentje met 4 vakjes. En dan ga ik even meteen spieken. Deze twee hebben dezelfde afmetingen, zie ik staan. Qua hoesgrootte en 2 kleintjes. Ja, ook hier hetzelfde verhaal. Kijk even hoe groot jij het zelf wil. Misschien wil je wel hier een matlaagje nog weer op. Dus dat is nog een soort. Dan hebben we 2 vierkanten. Dezelfde maat allebei. Ook heel leuk. Kun je net weer wat grotere foto's op verwerken. En deze is wel leuk om met kleinere foto's. Ja, je kunt daar gewoon heel erg mee wisselen. En de laatste is met 2. Waarbij je een hele grote hebt en nog weer een smaller eronder. Vind ik zelf wel een hele leuke. Dan kun je ook leuk een tekst of doen. En dan hier de foto. En dan hier nog wat tekst erbij eventueel. Dus dat zijn eigenlijk allemaal wel leuke dingen wat je kunt doen. Dan heb ik hier al een voorbeeldje snel gemaakt met de schuur van Elizabeth Craft Design. Dus je kunt ook gewoon zeggen, ik ga een leuke layout maken met de stansen van Josette of van Joselijne of van wat jij ook wil. En dan gewoon een leuke layout maken in hoesjes. Het hoeft niet per se alles te zijn dat alleen maar foto's hierin kunnen. Wat ik ook nog even zat te bedenken is dat je ook nog... misschien maak jij wel een planner met Lavinia stempels. Je kunt hier dus ook heel leuk een layout in maken met de Lavinia stempels. Leuk achtergrondje zelf maken en dan erop stempelen. Want dat is eigenlijk allemaal plat werk, omdat dat gewoon met stempelen is. Dus dat kun je hier ook prima in verwerken. Dan, oh ja, wat ik ook nog als ideetje wilde laten zien is bij deze. Oh, en de Volkswagen bus, die zou je ook kunnen verwerken in de op een pagina, maar dan net zoals de schuur gedeeltelijk. Even kijken hoor. Kijk, hij zou eigenlijk al op dit kleine vierkantje zou die passen. En dan zou je bijvoorbeeld gewoon bijvoorbeeld de koppel of de spiegels er niet aanmaken en dit extra stukje niet. Dat je gewoon echt alleen de bus gebruikt. Dan past die ook prima hierop. En dat je misschien daarboven een foto doet als je op reis bent geweest of iets. Dus zo kun je echt best wel veel dingen daar in verwerken. Even kijken. Het schutmateriaal ertussen en met de fuse dichtmaken. Ja, dat kan ook. Dan moet je wel even goed nadenken dat je meteen, als je dat gaat doen, is zeker leuk. Maar dan moet je wel even nadenken als je dat bijvoorbeeld bij deze onderste gaat doen. Dat je dan wel meteen beide kanten eerst beplakt. Want er zit alleen maar aan deze kant een opening. Het is niet dat je hierachter ook nog een opening hebt om het kaartje in te doen. Dus heel leuk schutmateriaal.
Dat kun je ook. Of als je er met papier in wil of gewoon transparant. Maar denk dan wel even goed na of je beide kanten van het papiertje wil beplakken of niet. Dus dat kan ook zeker. Even kijken. Dan had ik nog even wat leuke diertjes van Josette erbij. En die heb ik even op twee van deze kaartjes gedaan. Als je bijvoorbeeld met je kleinkinderen, met je kinderen naar een dierentuin gaat. Of naar een boerderij of iets. Ik heb net mijn nagels geknipt, dus nu krijg ik ze niet meer goed open. Even kijken. Ja. Even zien. Even een zetje erbij. Zo. Als je daar bijvoorbeeld naartoe gaat en dan heb je twee leuke foto's gemaakt. Die kun je bijvoorbeeld hierboven en onder doen. En dan heb je nog twee van die kleine kaartjes over. Daar zou je dus bijvoorbeeld iets kleins op kunnen maken wat er weer bij past. Of een tekst op stempelen. En dan ga je hier bijvoorbeeld leuk je foto's op verwerken. Dus zo kun je eigenlijk heel veel kanten op met deze hoesjes. Is maar net welke kant jij op wil. Die dan vast even. Kijk, en deze is al vrij dik. En ik heb ze vrij kort aan de rand gedaan. Volgens mij heb ik 0,2 centimeter kleiner gedaan. En omdat dit natuurlijk al in laagjes opgebouwd is, wordt het al wel wat krapper om erin te doen. Dus hou daar wel echt goed rekening mee. Even zien. Goed, deze zit dus in van elk soort. Vier soorten. Elk zitten er drie in. En dan gaan we mee aan de slag met eentje daarvan. Even de rest weer terug doen. Want ik heb al wel wat een en ander voorwerk gedaan voor vandaag. Dat heb ik vandaag nog even gedaan. En vandaag ga ik met dat hoesje werken met twee grote en dan nog twee kleintjes in het midden. Even kijken. Oh, wat fijn. Ik zie dat Janine even gaat bellen met de winkel om te kijken of de hoesjes ook in de Studio Light Planner passen. Voor deze pagina gebruik ik het derde boek van Elizabeth Craft Design. Pak hem er eventjes bij. Dit boek, waar allemaal designpapier in zit. 32 dubbelzijdige vellen in 120 grams. En 32 vellen, dezelfde vellen in 250 grams. Dus dan krijg je gewoon een heel boek met heel veel mooie papieren. Neutrale, maar ook nog een beetje kerst zit er zelfs bij in. Maar ook wel heel veel neutrale. Leuke labels om uit te knippen, leuke tekstjes om uit te knippen. Van allerlei leuks. Dus die gebruik ik vandaag. In combinatie met wat leuke stansen waarvan ik denk, oh dat past heel leuk bij. Past in deze hoesjes. Dus die ga ik gebruiken. Ik heb nog een leuke stempel die ik ga gebruiken in combinatie met de embossing glaze. Even kijken. En de rest laat ik denk ik zo zien. Deze wou ik even nog zo laten zien. Ik vond deze namelijk nog. En deze vind ik wel graag. Dit is een Planner Essentials filmstrip. Daar zit dus een filmstrip in. En met van die... ja. Hoe ga ik dat noemen? Nou, in ieder geval dingetjes waar je foto's in kan doen. Dus die zijn ook heel leuk om te verwerken over dwars misschien. Op je pagina. Of als je... Even kijken, deze hebt. Kun je hem ook leuk hier opmaken.
En dan leuke dingetjes eromheen doen. Die hebben we gehad. Nou, hier past die ook op de vierkanten. En hier past die natuurlijk ook op. En dan heb ik dat gave filmstrip waarin je dus fotootjes achter kan plakken. En als je nou zegt, ik wil een aantal fotootjes. Deze past ook hier onderin. En dan kun je 3 fotootjes kun je hier onderin verwerken. Dus dat is wel echt super leuk. Of je doet daar iets anders in. Maar ik vond dat filmstrip zo gaaf om daar bij te gebruiken. En dan heb je natuurlijk nog zo'n leuk tapje. En dat kun je ook zeggen, die maak ik aan mijn papiertje. Misschien doe ik dat zo meteen wel bij eentje. Die maak ik aan mijn papier. En dan laat ik die gewoon uitsteken. Dat is misschien nog wel een idee om zo erbij te gebruiken. Dus die laten we even in de buurt liggen. Allereerst wil ik even de randjes gewoon beinkten van het papier. En om het een beetje rustig te houden heb ik één papier gekozen wat wat drukker is. En de rest zijn wat rustiger. Ja, vind ik zelf wel fijn. Ik had ook kunnen zeggen, ik ga deze in het midden doen. Maar ik had deze als eerste gesneden. Op dit formaat. Dus toen dacht ik, nou ja, ik doe het wel zo. Ik maak nu ook eigenlijk de randjes allemaal niet rafelig met een peperdistresser. Puur omdat ik hem maar 0,2 centimeter kleiner heb gesneden dan dat hij inpast. Ga je hem rafelig maken, maak je hem ook alweer iets dikker. Maar met de randjes beinkten doe je eigenlijk niet heel veel geks mee. Ik ben wel benieuwd of sommige van jullie hem al in huis hebben. Het is natuurlijk net pas in de winkels. Maar misschien dacht je, oh, die moet ik per se hebben. Dus die heb ik al. En als je voorbeeldjes hebt gemaakt, plaats ze vooral in de groep. Zodat anderen ook kunnen zien wat voor gaafjes je er allemaal mee kan doen. Zo. Dan ga ik denk ik beginnen met de onderste. Daarvoor heb ik wat verschillende dingetjes gestanst uit de grote planner collectie. Maar ook uit de Sidekick. Omdat ik denk dat dat heel mooi te combineren valt. Of dat vind ik eigenlijk. Dus wat ik bijvoorbeeld nu gebruik. Is deze. Dat is... hoe noemen ze die ook alweer? Even kijken hoor. Die noemen ze de fold-out. En met die fold-out kun je een leuk mapje maken. Dus die kun je stansen en dan dubbel vouwen. Alleen ik gebruik nu alleen het bovenste gedeelte. Dit gedeelte. Want anders heb je meteen best wel weer wat dikte op je pagina. En die ga ik heel leuk hierop verwerken. Dan heb ik hieruit ook zo'n leuke paperclip gestanst. Die kun je weer heel leuk ergens achter steken. Ja, er zitten ook leuke tekstjes bij en van die kadertjes. Dus die gebruik ik nu. En ik heb zo'n leuke tekst uitgestanst met zo'n rondje. En ik heb de tekst today. En dan zo'n basisrondje om het te matten. Kijk maar, er zitten heel wat leuke teksten in. Met fun, yes, kiss. OMG, girl, hey, you, okay, yum, lol, today, zen, fab, pro en hip. Dus heel leuk om weer bij te verwerken op je creatie. En ik heb deze stempel gestempeld. Dat is CS194, de blockwords. En die passen dus heel leuk, niet allemaal hoor, passen heel leuk achter dit venstertje. Dus dat dacht ik, oh, dat vind ik wel leuk om erbij te gebruiken. En dat is nu eerst voor dit onderste stukje. Daar gaan we eerst mee beginnen. Dus ik breng hier ook even de randjes van. Omdat je toch altijd een klein beetje wit ziet. Omdat het geperst is natuurlijk. Vind ik het toch altijd fijn om even de randjes te beinkten. Goedemiddag. Leuk dat je nog even meekijkt. En als je later kijkt, is ook helemaal prima, hè?
het blijft altijd nog staan. Dit rondje even. En voor de paperclip moet ik nog even nadenken welk kleurtje ik ga gebruiken. Deze heb ik nu nog niet nodig. Nou was mijn idee om eigenlijk deze hierachter te doen. Dat heb ik met grijze Versafine Clair ingestempeld. Dat smaal hierachter valt. En dan wil ik dit stukje eigenlijk hier ook aan laten zitten. Dan lijkt het net als dat als los stukje er weer aan zit. Dus dat wil ik eigenlijk zo gaan doen. Dus dat gaan we lekker doen. Even wat dubbelzijdige tape. Ik heb al veel van mijn planner van ECD, maar mis natuurlijk weer een paar leuke spullen van ECD om te gebruiken. Met die mappen dus nog wat uitbreiden. Oh, dat is altijd goed, Els. Ik heb ze nog niet, maar dat duurt niet lang. En ik zie dat Patricia ze al wel heeft. Leuk, Patricia. Even kijken. Dan doe ik even hier langs de rand een stukje dubbelzijdig tape. Ik zal even iets naar boven werken, zie ik. Als het goed is, staan de materialen gelinkt in de webwinkel. Dus kun je ze daar vinden. Bij Facebook Live. En dan 2022 januari. En dan bijna helemaal onderaan bij de datum van vandaag. Daar kun je ze vinden. Dus ook de hoesjes staan daar gelinkt. En ook de stansen die ik vandaag gebruik. Het kost dus. Ik zag ergens 10,95 volgens mij voorbij komen. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar volgens mij 10,95 euro. Als ik aan het denken. Deze moet eigenlijk eerst achter. Ik denk dat ik deze gewoon het kleurtje van de frayed burlap doe. Oh, fijn, Patricia. Ik zie dat Tiets ook al link deelt. Fijn, Tiets. €10,95 voor 12 stuks. Ja, dat klopt. Dan heb ik die alvast vastzitten, want ik wil daar straks iets achter. Deze wil ik daar achter steken. Kijk, als ik deze daar straks achter steek. Zo. Maar anders zit deze al vast. Als ik dit achter de tekst. Dit stuk bij de tekst vastplak, dan krijg ik die er niet zo goed meer aan vast. Dus vandaar. Nog weer een stukje tape eroverheen. Nou, een beetje precies plakken.
Top. En wat ik dan nu even doe, is pak even een schaartje. Dan ga ik dit stukje netjes afknippen. En aan deze kant ook even. En je kunt hier dus ook Project Life kaartjes ook in doen. Ik doe dus niet echt Project Life, maar dat kan dan hier dus ook allemaal in als je dat leuk vindt om te doen. Nou, dan knip ik eigenlijk dit papiertje een beetje zo schuin naar onderweg. Dat het ook niet meer kan uitsteken. Zo. Kijk. Dat vind ik wel leuk. Dan gaan we daar even een klein beetje inkt nog langs de rand doen. Nou, ik hou hiervan. Alleen zo is het al leuk. En er hoeft dus ook eigenlijk helemaal niet zo heel veel op. Omdat het, ja, het is ook maar een klein formaat. Maar je hebt het al vrij snel ook wat leuks erop gemaakt. Nou, dan plakken we deze er nog even op. En eigenlijk heb ik bijna al het papier gewoon uit dat derde boek gehaald. Behalve dat... Het stempelen, dat heb ik gewoon op wit papier gedaan. Met grijze stempelinkt. Maar voor de rest kun je alles gewoon uit het designpapier halen. Dat ligt er dan maar net een beetje aan hoe jij je samenstelling kiest, laat maar zeggen. Je kunt het namelijk zo druk en zo rustig maken als je zelf wilt. Deze tekst vind ik ook gewoon heel leuk. 2-day. Het zou moeten kunnen passen in een A5 planner, zegt ze in de winkel. Dus van Studio Light zou het dus in de A5 planner kunnen passen. Kijk, als we die dan hier zo achter schuiven. Ik vind het heel leuk. En ik denk dat ik dit gewoon zo lekker laat. Want dat vind ik... Ik zou ook niet weten wat ik daar dan extra nog weer op moet doen. Want dan wordt het weer net te veel. Of zo. En dan maken we dit paperclipje ook vast. En daar nog een beetje lijm op. Kijk, en dan deze hier zo op. Smile always today. Er zit een kern van waarheid ook nog in. Kijk, en aan de achterkant zie je dus dat dat echt niet mooi is. Maar ja joh, dat plak je toch allemaal weer vast. Daar ziet niemand wat van. Nee, deze hoesjes passen niet in de Sidekick. Dit is echt voor de grote planner. Ik vermoed dat dat vast ooit gaat komen, maar voor nu is dit echt alleen voor de grote planner. Ja, en op deze manier hoef je dus ook, als je dus niet echt van de foto's maken bent zoals ik. Ik vergeet dat namelijk. Dan kun je dus op deze manier ook gewoon heel leuk... gebruiken de hoesjes. Want de hoesjes zijn op zich vind ik gewoon een heel leuk idee. Het is ook net weer even iets anders dan alleen maar de papieren pagina's. En eigenlijk zijn ze op zich nog best wel groot dat je er best wel weer van allerlei leuks in kan doen naast alleen foto's.
Nou, is de eerste al klaar. Nou, dat is al een goed begin. Wat ik dan nu eigenlijk bij deze eerst wil doen, is even wat nog wat meer structuurachtig iets op de achtergrond doen. Dus dat ga ik even met embossing glaze doen. Embossingpoeder is dat. En dat is een beetje transparante embossingpoeder met een kleurtje eraan. En ik gebruik vandaag de Walnut Stain. Maar het is echt wel in meerdere kleurtjes, wat past bij de Distress inkten. En dan heb ik hier een gave background stamp. En dan ga ik even kijken. Ik denk dat ik deze stipjes ga doen. En als je met embossingpoeder vaak gaat werken, gebruik je daar Vesamark voor. Dat is een inkt wat plakt. Dat geeft verder geen kleur af. Bij mij in dit geval. Je hebt ook een champagne kleur. Daar kun je zien waar je hebt gestempeld. En deze is transparant. En daarmee maak je stempelafdrukken wat plakt. Dus daar kun je dan weer embossingpoeder of iets overheen strooien. En dit hoeft voor mij niet helemaal precies. Het is net een beetje wat extra's voor op je achtergrond. En dat stempel ik op drie plekjes. Draai ik mijn papiertje heel even om. Nou, dat strook ik eigenlijk gewoon over mijn hele papier heen. En dan kun je dus zien dat het op een aantal plekken blijft zitten. Want daar heb ik gestempeld met die plakkerige inkt. Dus zo kun je dus heel leuk op de achtergrond wat extra's doen. Ja. Nou, wat over is, doe ik even weer terug. Zodat dat niet wegblaast zoals ik ga verhitten. Maar ik ga eerst eventjes die andere ook wat afdrukken geven nog. Zo, en dan even wat water om de stempel schoon te maken. En dan strooien we hier ook die embossing glaze overheen. En heel vaak tik ik wel even op de achterkant dat je echt het overtollige eraf hebt. Dan heb je het, weet ik niet, dat doe ik eigenlijk altijd. Soms zit er al net wat te veel op en dan haal je het. Wat toch niet blijft plakken in eerste instantie, dat gaat weer terug. En uiteindelijk zal het wel blijven plakken omdat de rest natuurlijk smelt. Maar... ga ik even lawaai maken met mijn heat tool. Want het moet natuurlijk wel verwarmd worden. Het is meer op de plekken waar het al zit dat ik daar het afklop. Op de plekken waar wel de stempelafdruk zit. En dan ga ik kijken of ik dat een beetje in beeld krijg hoe het dat gaat smelten.
naar boven naar gaat, wel. Dan gaat het eigenlijk wat meer glimmen. En als alles gewoon gesmolten is, ga je gewoon door naar het volgende plekje. Dat je ook niet te lang bij één plekje blijft. En beweeg hem vooral een beetje heen en weer. Het was eerst wat mat en nu gaat het, omdat ik het weet, wat meer glimmen. En dan heb je echt, je ziet nog wel een beetje de kleur van de ondergrond erdoor, dat geel-bruinachtige. Maar je hebt net even wat extra's over je achtergrond zitten, wat net een beetje wat meer glimt. Dus dat ga ik ook nog even bij deze twee doen. Nu moet ik zelf ook even goed kijken of ik alles heb gesmolten. Maar zo ziet het er wel naar uit. Ja, er zijn meerdere kleuren inderdaad van de embossing glaze. Dat kan dat je een groen hebt. Zo, dat was de herrie. Kijk, en dan heb je dus wel even wat leuke extra dingetjes op je achtergrond. Moet ik straks wel even kijken dat we hem goed om qua tekst in gaan doen. Even kijken. Nou, dat maakt op zich niet heel veel uit. Maar ze moeten wel de goede kant op met de letters voor de achterkant. Ja, dan de opmaak ervan. Ja, ook wel een beetje eenvoudig. Voor eentje heb ik hier een leuke banner gestanst. Ook uit het papier van het Reminiscence Boek 3. Dat doe ik denk ik hier. Ga ik even over nadenken aan welke kant die komt. En dan heb ik hier een leuk label. En volgens mij komt deze uit het tweede boek van Reminiscence. Er zitten hele schattige labeltjes in met teksten. Zoals bijvoorbeeld Be You. En ik heb hier een grote vlinder. Die komt uit Planner Essentials 42. En dan kun je leuk van die frames maken. En deze frames, die passen dus ook op deze maat. Dus je kunt ook zeggen, ik ga van deze leuke frames stansen. Daar zitten gewoon basisframes in. Maar je hebt hier ook frames met teksten erop. Die je weer heel leuk erop kan doen. En daar komt dus ook die leuke banner uit. Hele gave set. Het is wel een wat dure set. Maar dat komt ook omdat er dus twee... aan twee kanten is beplakt met stansmallen. Kijk maar, er zitten twee kanten in. Dus daarom is die wel wat, kost het wat meer, maar er zit ook echt wel meer in. Ja, en deze vlinder vind ik ook gewoon heel gaaf. Even ook een beetje de randjes van mijn inkt. Kijk, en eerst had ik alleen de vlinder gewoon erop licht. Dacht ik, oh, dat vind ik wel een beetje kaal. Maar doordat je nu die stipjes op de achtergrond hebt met wat embossingpoeder, dus geeft dat al een heel ander effect. En ik heb natuurlijk onderin het hoesje, heb ik hier
wat zwart grijsachtige tinten gedaan. En dat wilde ik bovenin weer laten terugkomen. Net zoals dat ik dat rode op elk stukje een beetje laat terugkomen. Doe ik dat ook met dat zwarte bovenaan. En dan doe ik ze eigenlijk gewoon, zonder dat ze eigenlijk een doel hebben qua fotolijstjesachtig, ga ik ze gewoon als decoratie in de hoekjes doen. Dan wordt het eigenlijk ook weer meer een geheel. Dan trek je alles weer bij elkaar. En dat is eigenlijk hoe ik vaak wel met mijn pagina's kijk. Dat ik de kleuren die ik, waar ik ergens mee begin, dat die over de gehele pagina weer terugkomen. Zo. En dan heb ik nog deze leuke wijnglazen met een wijnfles. Ook uit de stand van Elizabeth Craft Design. En die vond ik wel leuk om erbij te doen. Dus die moet ik nog even gaan kleuren. Ga ik nog even over nadenken terwijl ik de rest vast ga opplakken. Wat voor kleur het gaat doen. Sowieso iets met groen wil ik nog terug laten komen. En de rest moet ik nog even bedenken. Maar laten we eerst deze dan maar afmaken. Even nog een keer kijken of die goed ligt. Oh, dat geeft niks. Goedemiddag, Stephanie. Het was heel handig geweest om die vlinder met dubbelzijdig tape uit te stansen. Maar goed, als je zo'n fijn lijmflesje hebt, kun je op heel veel delen al best wel lijm smeren. En straks als je hem eenmaal in het hoesje hebt, dan hoeft hij er ook niet meer uit. Maar als je van plan bent heel vaak het stukje papier uit dat hoesje te halen en weer terug te doen, dan zou ik wel zorgen dat je alles super goed vast hebt zitten, want anders krijg je van die oren eraan. De fles wijn komt uit, en de glazen komen uit deze set. Planner Essentials 24 is dat. Dan kun je er ook weer een leuk frame wat je in je planner kan doen. En dan kun je ook weer 3 foto's in verwerken. En zitten ook die fotohoekjes zitten daar ook in. Een kleine filmstrip zit daarin. En ook dit is weer een uitgebreide set. Want je hebt het bruine gedeelte met die frames. En je hebt de basisgedeelte van die pagina. Wat ik dus hier in dit geval zwart heb gedaan. Dus ja, ook heel leuk. Nou, die vlinder vind ik wel leuk zo. Dan de fotohoekjes er nog op. En ik ga die heel iets van de kant doen, had ik me bedacht. Het is altijd heel vaak standaard precies in het hoekje, maar ik doe hem nu lekker een beetje van het hoekje af. Ja, mooi is die vlinder, hè? Vind ik ook zeker. En er zitten er 2 in die set. 2 soorten vlinders. Zo. Dat is er alweer eentje. En ik heb de basis zelf al uit wat dikkere papier gedaan. Dus die, wat is dat? Die 250 grams. Dat het al wel iets steviger is. Als je alleen maar, dit is bijvoorbeeld het dunnere. Dus dan val je dat al wat sneller in je hoesje, ga je dat al vouwen. En misschien dat ik deze wel even met een nietje aan elkaar vastmaak. Even een nietje.
En dan even met wat tape, dat denk ik ook over dat nietje vast is. Nou, dankjewel Mirjam. Ik word er zelf ook wel weer blij van. Want ook al ben je dus niet echt een fotomaker, dan kun je dit nog heel leuk gebruiken. En je zou zelfs, als je geen plannen hebt, ook nog gewoon 6 losse boekbindersringen kunnen pakken. En dan daar gewoon een boekje mee maken. Dan maak je zelf een leuke kaft. En dan 6 ringen. En dan kun je er zelf allemaal die hoesjes in doen. Met foto's of wat jij ook wilt. Als je geen planner hebt. Zo. Nou, kan die er ook in. Ondertussen heb ik nog niet nagedacht wat voor kleur ik die wijnfles en glazen wil doen. Nou. Zo. En dan ga ik denk ik de fles dezelfde kleur doen als die paperclip met die frayed burlap. Even kijken. Want het hoeft ook niet altijd gewoon een reëel te zijn qua kleuren. Zo. Ja, wat voor kleur doe ik er dan nog meer bij? Misschien dat etiket toch maar iets grijs. Vast het onderste doosje, bijna. Komt dat grijze ook weer een beetje terug. Dan doe ik dit toch nog heel even iets grijs langs de randen. En de dop mag wel iets donkerder. En dan doe ik de glazen denk ik groen, want ik wilde dat groene ook een beetje terug laten komen. Dat heb ik nu eigenlijk nog niet laten gedaan van de achtergrond. Even terug. Even kijken. Die wordt te rustig wildernis. Ik had al gekeken of ik al een groen kleurtje had wat bij dat blaadje past. Maar dat had ik dus niet. Dus vandaar dat ik nu met inkt het oplos.
Zo. Mijn oma had eerder ook altijd van die groene. Volgens mij waren dat sherry glaasjes altijd. Die waren niet zulke hoog. Waren van die een beetje zo'n kronkel in. Ja, dat. Bedacht ik me in één keer met de groene wijnglazen idee. Nou, etiketje vastplakken. En misschien ga je nu wel weer lekker uit eten nu het kan. En ga je dan ook leuk een foto maken. En dan wil je ook deze leuke wijnglazen erbij. Dat kan natuurlijk allemaal. Dan kun je dat weer leuk op in zo'n hoesje verwerken. En de laatste. En dan zal ik hem zo even laten zien hoe dat dan is in de planner. Eerst eens zien of ik die opening weer goed krijg met mijn geknipte nagels. Zo. Dan pak ik nog even mijn planner erbij. Kijk, en dan krijg je dus zo een leuk hoesje met daarin jouw pagina. Waarop jij misschien foto's hebt of dat je een leuke layout maakt. Zo kun je daar dus eigenlijk mee spelen. En dat kan dus ook gewoon met Elizabeth Craft Design gewoon stansen. Kijk, en dit is de achterkant. Vind ik dit per se mooi nu? Weet ik nog niet. Dat zie ik dan wel de volgende keer. En desnoods plak ik dat gewoon helemaal af met een plaatje. En dan zien we dan wel hoe dat verder gaat. Maar op zich zou dit ook nog wel kunnen. Ja, dat zijn ze eigenlijk. De vier soorten hoesjes voor in de A5 planner. Waar je leuke foto's op kan verwerken. Maar ook leuk een verhaaltje met bijvoorbeeld kippen en eieren. ik hoop dat jullie er wat van opgestoken hebben. En misschien zelf ook mee aan de slag gaan. Dan laat het vooral zien in de groep. Dat vind ik wel leuk om te zien. En dan ben ik voor nu klaar. Vanavond is Janine er om 7:30. Bedankt voor het kijken in ieder geval. Nog een fijne dag en een fijn weekend. En tot de volgende keer. Doei allemaal!